Ik ben Marjan Vroom en ik vind dat het idee van Brommels, het Bramen-evenement van Waldpiek, echt een idee is wat thuis hoort in het koffertje van de Duurzame Dinsdag. Brommels is een evenement dat bestaat uit een heleboel, echt tientallen activiteiten. Maar het belangrijkste is dat je kunt bramen plukken in het boerenland in één weekend in augustus. Tijdens Brommels wordt niet alleen het bramenplukken georganiseerd, maar zijn er nog veel meer activiteiten en onder andere ook culinaire activiteiten. Dus wat kun je met die bramen doen? En je kan heerlijke dingen ervan maken. Bramentaarten, smoothies, bramenlikeur. Zo hebben we dus een oude traditie, het bramenplukken in het boerenland, weer gekoppeld aan het voedsel maken op een hele duurzame manier. Brommels is een organisatie van allemaal vrijwilligers. Elk dorp dat meedoet, organiseert zijn eigen activiteiten. Op die manier zijn wij in 3 jaar tijd gegroeid van 2 dorpen naar 7 dorpen. Vorig jaar hadden we meer dan 3000 bezoekers. Ja, en dat is ook precies wat wij heel graag willen. Meer bekendheid, meer gasten in het gebied. Daardoor ook dat er meer waardering komt voor dit landschap dat tamelijk onbekend is. De mensen die hier wonen kunnen dan nog trotser zijn op het landschap. En er zal meer draagvlak zijn om het landschap te behouden. Dus heel veel redenen om met dit idee in het duurzame koffertje te stoppen.